Vandaag doe ik een build challenge tegen deze pro-builder. Alleen weet hij niet dat ik ga vals spelen, anders ga ik dit echt nooit winnen. De pro-builder is inmiddels aan de andere kant van de muur al begonnen met bouwen. Dus ik moet wel een klein beetje gaan opschieten. Want ik heb in totaal maar 15 minuten de tijd. Oké, maar gelukkig is het enige wat ik moet doen om een huis te krijgen. Dit intikken en let's go. Ik heb letterlijk meteen al een villa voor mijn neus met inrichting. Dus we gaan binnen meteen even kijken. Oké, welkom in mijn villa die ik helemaal zo juist zelf heb gebouwd. We gaan hier naar binnen en hoppakee. Dan hebben we hier dus een eettafel. Hier hebben we een soort van bar en dit is de keuken. Verder kunnen we hier nog even lekker naar boven toe. En dan hebben we hier nog een bank. En een hele mooie slaapkamer met één bed. En wat hebben we hier? We hebben hier een badkamer. Maar ik heb een mod geïnstalleerd met heel veel meubels. Dus het huis kan ik nog wel een klein beetje aanpassen. Dus laten wij ook maar meteen even dat gaan doen. We moeten sowieso de keuken aanpassen. En ik vind het wel leuk als er ook daadwerkelijk een bed in het huis staat. Dus dit hier halen wij gewoon eventjes weg. Hoppakee. En ik zet hier gewoon een heel groot bed neer. En hier vervolgens, eens even kijken, gewoon eventjes 3 kastjes. En dan denk ik dat ik die hier ook ga neerzetten. Maar ik vind het al een stuk mooier worden. Verder is hier een stoel gemaakt. Maar nee, die gaan we niet gebruiken. Want in deze mod kan ik namelijk ook daadwerkelijk een stoel neerzetten. Hoppakee. Kijk dan, dit ziet er meteen al beter uit. En zien jullie deze bank? Deze bank gaat ook gewoon even helemaal weg. En we zetten hier gewoon een compleet nieuwe bank neer. Laat in de comments even weten wat jij er tot nu toe van vindt. Ik vind het namelijk best wel een mooi huis. Kijk, de badkamer die is natuurlijk al wel helemaal klaar. Maar we gaan even naar beneden toe, want ik moet de keuken nog even aanpassen. Eens eventjes kijken. Hier is de koelkast. Hoppakee. En hier moet ik natuurlijk allemaal kastjes neerzetten. In plaats van die rare dingen die er nu allemaal staan. Zo. Hier nog een kastje. Hier nog een kastje. Ik vind die ovens vind ik op zich wel leuk bedacht. Dus die ga ik lekker laten. En dit kookeiland, kijk, die moet natuurlijk rood worden. Alleen heb ik natuurlijk ook een kraan nodig. Dus eens even kijken. We pakken hier een rode kraan erbij. En ik zet die hier neer. Oh, hier, hier en hier. Hoppakee. Gewoon 3 kranen. Want het is best een grote villa. Die barkrukken vind ik wel heel erg mooi gemaakt. Dus die ga ik gewoon even laten. Alleen deze tafel kan wel een klein beetje mooier. Dus wat ik even ga doen. Ik ga sowieso hier die stoelen even weghalen. En ik pak gewoon even een tafel erbij. Kijk, ik denk dat dit wel heel erg leuk is. En dan pakken wij wat stoelen erbij. En die moeten wij dan vervolgens zo neerzetten. En het ziet er wel een klein beetje raar uit. Maar hey, boeien. Ik vind het helemaal prima. Kijk, hieronder moet natuurlijk wel even mooi hout komen op deze manier. Zo, daar ook. Hoppakee. En vervolgens zet ik hier weer de stoelen neer. En dit is op dit moment hoe het huis eruit ziet. En hier is zelfs een kleine keuken met een soort van barbecue. En ook hier gaan we eventjes wat dingen veranderen. We gaan gewoon denk ik dezelfde tafels even gebruiken op deze manier. Zo. Vervolgens halen we deze stenen weg en zetten we hier ook even mooie stoeltjes neer. Alleen, ik vind toch eigenlijk de tuin een klein beetje klein voor een villa. En omdat ik bijna geen tijd kwijt was aan het huis, ga ik gewoon een zwembad bouwen. Oké, daarvoor halen we dit gras hier eventjes weg, zo. En het leuke is voor een zwembad, ook hiermee kan ik vals spelen. Kijk, ik klik namelijk gewoon 1 keer hierop. Dan loop ik vervolgens gewoon even hierheen en eens even kijken. Zo. Dan hoef ik letterlijk met dit in te klikken en hoppakee, ik heb meteen een gat voor het zwembad. Alleen vind ik het zwembad wel iets te groot, dus ik ga hem even opvullen, want ik heb namelijk ook nog wat andere leuke ideeën. Zo, hoppakee, en dan moet ik dit hier eventjes dichtmaken. Alleen het zwembad is natuurlijk nog niet heel erg mooi. Ik moet namelijk wat dingen veranderen. Ik ga namelijk even wat slabs pakken en dan denk ik kwart slabs. En die ga ik gewoon een soort van gebruiken als zwembadrand. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Dus die doe ik hier even helemaal omheen. Hoppakee, ja. En wat ik dan vervolgens ga doen, ik ga deze vloer gewoon helemaal veranderen naar even oakwood. En het enige wat ik hoef te doen is op enter klikken. En let's go, er staat gewoon oakwood op dit moment. Het zwembad die is alleen eentje te breed. Dus daar moet ik even verandering in brengen. Dus ik vul dit gedeelte eventjes met dirt. Hoppakee. En dan vervolgens weer de slabs. Kijk, dit ziet er meteen al een stukje mooier uit. Hoppakee. Alleen moet de zwembad natuurlijk ook zijkanten hebben en een vloer. En dat ga ik ook heel snel regelen. Want door middel van valse spelen kan ik dit in 1 seconde regelen. En
het hele zwembad is af. Ik ga alleen nog een paar dingen toevoegen. Want wat denk ik wel leuk is, is om ook een soort van licht in het zwembad te hebben. Dus ik zet hier even wat licht neer, zo. En aan de andere kant doe ik vervolgens hetzelfde. En eens even kijken, hier in het midden doe ik het ook. Dan hebben we tenminste wat licht in het zwembad. En ik mis bijna het belangrijkste. In het zwembad moet natuurlijk ook water. Dus laat ik dit maar eventjes helemaal gaan vullen met water. Zo. En daarmee is het hele zwembad af. Ik heb alleen dit nog even nodig. Want het lijkt me wel leuk als ik dit even om het hele zwembad doe. Maar in deze mod heb ik ook nog ander gras. Ik denk namelijk dat deze een stukje mooier is, deze heg. Dus die gaan we er gewoon helemaal omheen doen op deze manier. Zo. Waardoor het toch nog wel een klein beetje is afgeschermd, het huis. Hoppakee. En vervolgens doe ik hier gewoon één laag op, zodat het iets hoger is. Zodat je niet in het zwembad kan kijken als buren zijnde. Ook al heeft dit huis letterlijk helemaal geen buren. Oké, en als dan de heg eindelijk klaar is, kan ik wat meer aan details gaan werken. Ik moet hier namelijk nog wat sters neerzetten, zodat je daadwerkelijk ook naar het zwembad toe kan lopen. En kijk, die barbecue daar is allemaal wel heel erg mooi. Maar ik zit te denken om nog een barbecue neer te zetten. Want in deze mod heb je hier een cooler. Eens even kijken. Ik heb een rode trampoline. Ik heb een duikplank. En ik heb zelfs een barbecue. En het leuke is, op die barbecue kan ik ook daadwerkelijk vlees leggen. Oké, we zetten hier een barbecue neer. Dan zetten we hier even twee coolboxen neer en nog een barbecue. En daar leg ik vervolgens even lekker wat vlees op. En ik heb hier een spatel. Kan ik die er ook op leggen? Nee, weet je wat? Die spatel doe ik gewoon in dit kistje. En aan de andere kant zet ik gewoon een hele grote trampoline. En misschien kan je er wel via deze trampoline in het zwembad springen. Maar daarvoor hebben we ook wat. Ik heb hier namelijk een duikplank. Oké, en check dan. Oh, deze werkt ook zo goed. Dit is heel vet. Maar ik ga het nog even iets mooier maken. Wat ik namelijk wil doen, ik wil hier namelijk een soort van bloks maken. Vervolgens doe ik dit. Kan ik hier die duikplank opzetten? Oh, jazeker. Kijk dan, dit ziet er echt veel vetter uit. En dan pakken we even een ladder erbij. En dan kan je op deze manier hier omhoog klimmen. Hoppakee. En dan kan je hier in één keer in het zwembad duiken. Oké, dan zet ik hier ook nog even wat ladders, zodat je ook daadwerkelijk het zwembad uit kan klimmen. En dan is het zwembad op dit moment af. En daarmee denk ik dat ook het hele huis daadwerkelijk af is. Ik ben heel benieuwd wat de pro-builder ervan heeft gemaakt. Want mijne is door middel van vals spelen, ik zeg je eerlijk, best wel mooi geworden. Laat even een cijfer in de comments achter, van 1 tot en met 10. Oké, pro-builder, zoals je weet zijn er 15 minuten voorbij. En jouw huis staat achter mij en ik ga me omdraaien in 3, 2, 1, bam! Wow! Wow. Hoe heb jij dit in 15 minuten kunnen maken? Oké, nou, leid me maar rond. Kom maar, wat hebben we hier allemaal? Je hebt een diamond zwembad. Of nou, een soort van diamond zwembad. En je hebt mooie lichtbedjes. En je hebt hier een mooi pad. Oké, Bulde, is dit de buiten area? Of heb je nou gewoon... Heb jij een hele buiten area? Hoe dan? Wat? Oké, en een barbecue, natuurlijk. En zelfs een kist. En ik vind alleen de kleur van je bank wel een klein beetje lelijk. Maar wat heb je allemaal nog meer? Dit is de binnenkant. Een volledig netherite armor, natuurlijk. Ga maar weer flexen op mij. Oh, dit is niet normaal. En die keuken. Dit is zo mooi. Oké, ik weet niet of ik hieraan kan tippen. Ik zeg je eerlijk, ik had het niet zo mooi verwacht. Wat is er? Waarom heb je alleen niks in je koelkast? Je koelkast is leeg. Nou, maakt niet uit. Mijn was ook leeg. En kijk dan wat een grote televisie je ook hebt. Probeelden, ik zeg je eerlijk. Dit heb je best wel mooi gedaan. En we gaan naar boven toe. Oké, wat heb jij boven dan? Oké. Ik weet alleen niet of de diamonds nou eenmaal mijn smaak zijn. Oké, je kan hier lekker warm zitten. Heel erg mooi gedaan. Oké, ik loop met je mee. Wat heb je allemaal nog meer? Je hebt hier een bar voor lekkere cocktails en een bed. En tuurlijk, je hebt nog een keer volledig netherite armor neergezet. Oké, ik weet daadwerkelijk niet of ik dit wel ga winnen. Oké, pro, ben je er klaar voor om mijn huis te bekijken? Ja, oké, wat? Oké, dankjewel voor je diamonds. In ieder geval, draai maar om in 3, 2, 1, bam! Ja, weet je wat het is? Ik dacht oprecht, dit ga ik echt makkelijk winnen met dit huis. Alleen, ik was vergeten dat ik misschien tegen een pro-builder speelde. Dus het is wel een beetje klein, maar kom maar naar binnen. Kijk. Hier kan je lekker zitten. Het is vooral heel gedetailleerd. Hier heb ik wat barkrukken. Dit is mijn keuken. Dankjewel voor je diamonds, maar...
ben een rondleiding aan het geven. In ieder geval, we gaan lekker door. Nog niet naar buiten. Kijk, we kunnen hier lekker naar boven. En ik weet dat het klein is, maar het heeft wel alles erop en eraan. Want je kan hier lekker chillen. En je hebt hier een lekkere slaapkamer. Maar, bro, ik weet het niet hoor. Volgens mij was jij vergeten om een badkamer in je huis te plaatsen. Nee. Of heb ik die... Oké. Diamonds, dankjewel. In ieder geval, ik heb wel een badkamer en zelfs een douche. Alleen één probleempje, de douche die werkt op dit moment niet. En pro, hallo, ja, een diamond douche, natuurlijk. Oké, in ieder geval, pro, kijk eens naar buiten. Ik heb ook een heel mooi zwembad gebouwd en daar heb ik eigenlijk de meeste tijd in gestoken. Dus kom er met me mee, dan gaan we eventjes lekker naar buiten kijken. Oké, dit is mijn zwembad. Je kan hier lekker buiten zitten op de stoeltjes en ik heb hier niet één barbecue. Kijk, dit zijn gewoon ovens. Ik heb namelijk buiten ovens. Maar ik heb hier ook een barbecue en lekker koelboxen, zodat je drinken in kan stoppen. En kijk, ik heb zelfs een spatel. Ik weet het niet hoor, maar ik zag bij jouw barbecue geen spatel. En ik heb een hele grote duikplank. En kijk, hij werkt ook nog eens. Dus ik weet oprecht niet wie er heeft gewonnen. Laat even in de comments wie jij denkt dat er heeft gewonnen. En klik hier om nog een Minecraft video van mij te zien. En klik hier om een Fortnite video te zien op mijn tweede kanaal. Want verder dat jij dat nog niet hebt gezien.